Lauren Simons. Laurent Simons. Laurent Simons. Das Wunderkind. Laurent Simons has an IQ of 145. That puts him above about 99.9% of everyone else. De documentaire heet Laurent het Wonderkind. Ja, hoe vind je dat, ja, dat mensen jou een wonderkind noemen? Enerzijds is het wel heel erg vleiend dat ze me wonderkind noemen. Maar ik ben er wel een beetje tegen om mensen, weet dat, in hokjes te plaatsen en een wonderkind of hoogbegaafd te noemen. Iedereen is uniek. Ik ben uniek en ik ben gewoon Laurent en ik ga gewoon snel door de stof. Weet je, ja. Het is ik doe niks speciaals. Toch is het best bijzonder wat Laurent doet. Hij was pas 6 toen hij al klaar was op de basisschool. Op zijn 8e had hij de middelbare afgerond. En nu op zijn 12e heeft hij dus al het hoogste diploma van de universiteit. En met de grootste onderscheiding, Laurent Simons. Met zijn opleidingen hoopt Laurent uiteindelijk veel te leren over het menselijk lichaam en hoe het werkt. Zo'n klein hartje duurt iets van 3 uur voordat het klaar is. Maar waarschijnlijk is zo'n echt groot hart met 3D printen is van 24 uur, denk ik. Mijn doel is om levens te verlengen en hopelijk onsterfelijkheid bereiken. Omdat mijn opa en oma is een hartpatiënt en ik wil ze heel graag helpen. En natuurlijk ook, ik wil andere kinderen helpen in de wereld. Waarvan een open oma ziek zijn. Voor de documentaire van Videoland werd Laurent 2 jaar lang gevolgd. En daarin is goed te zien dat hij de hele wereld overreist en vaak prijzen wint. Ja, ik vind het wel heel cool natuurlijk. Geen enkel 12-jarige kind heeft voor bijvoorbeeld pauze moeten, dat kan ik wel zeggen. Maar ja, ik vind dat natuurlijk wel heel leuk. Toch is er ook kritiek op wat Laurent allemaal doet. Sommige mensen vragen zich af of Laurent dit zelf echt wil. De kritiek is eigenlijk voornamelijk in dat de ouders erachter zitten. Maar dat is ook onzin. Ja, tuurlijk is dat wel onzin, niet. Maar het is vreemd dat in Nederland nooit eens gewoon lekker positief kan zijn. Ten eerste, je moet iemand beter leren kennen voordat hij zomaar een mening over hem geeft. En ook, ik doe gewoon wat ik leuk vind. Dus voor mij boeit het ook niet wat mensen denken. Dat is ook één punt met die kritiek. Mij boeit het niet, je raakt me niet mee. Dus ik snap niet waarom je het dan doet. En dus doet Laurent gewoon zijn eigen ding. En dat is niet alleen studeren, maar ook, net als ieder kind, chillen met zijn leeftijdsgenootjes. Wanneer ik met andere kinderen ben van mijn leeftijd, dus met mijn vrienden en soort, dan wordt er niet echt heel veel gepraat over studie en dat soort dingen en school. Het is meer games en dat soort dingen en spelen met elkaar. Oh, dat was mooi. Ja, ik ben weer terug. Wat Laurent nu gaat doen, weet hij nog niet precies. Maar waarschijnlijk gaat hij aan een universiteit werken als onderzoeker.